handjes schudden erbij. Ja, dankjewel. Dan komt er een meneer binnen met een grote bos bloemen en een klein pakketje. En dan krijg je de groene pluim. Ja, dan ben je even verrast. En dan ben je trots tegelijk. Want ja, weet je, we doen al zoveel op duurzaamheid. Maar we hebben eigenlijk, vind ik dan, nooit eigenlijk een keer de kans aangegrepen om ook dat nog wat meer naar de buitenwereld te laten zien. En te laten zien wat we allemaal doen. En dat doen we ook met een heleboel mensen. En ja, dan is zo'n pluim een prachtige erkenning eigenlijk van alles wat je al doet als Driessen Groep. Op mens, op maatschappij, op milieu. En ja, dan is zo'n pluim een hele leuke manier om dat te vieren. Dus zijn we trots op. Wist u dat ze zouden komen? Ik had wel een vermoeden. Een sterk vermoeden. Ja. Ja, dat zegt die sterk vermoeden. Maar dan weet je niet waarvoor ze komen. Nou ja, ik wist wel dat ze, ja, dat ze iets wilden doen met... De wethouder kwam natuurlijk, Arno Bonte. En een pluimhouder. Dus ja, het hing al in de lucht. We kregen er wat lucht van, maar ja, dat het dan nu zo bij elkaar komt, dat is dan wel heel leuk. Het is echt erkenning, denk ik. En het feit dat je, waar ik het over had ook in mijn verhaal, dat we niet alleen bouwen aan het werkgeluk voor onze eigen collega's en klanten, maar dat we ook die positieve impact naar de omgeving toe maken. En dat laten we, denk ik, met zo'n pluim ook zien. En we zijn nog lang niet klaar en bij ons kan ook nog van alles beter, maar je bent wel gewoon lekker bezig. En ik denk dat we die vibe, als we die doorbouwen, dan de komende jaren, dan kunnen we heel blij zijn, denk ik. Wij zijn Rijksbad Helmond. Een bedrijf wat bezig is in accu's en batterijen en daarvan het recyclen en het hergebruiken, dus het regenereren daarvan. Wij zijn een bedrijf wat van het begin af aan, al 11 jaar geleden, trouwens al 17 jaar geleden begonnen zijn in Amsterdam, in Hoofddorp, sinds 5 jaar in Helmond. En wij zijn eigenlijk altijd al groen bezig geweest en vinden het heel fijn dat wij nu een keer de pluim op ons werk hebben. Omdat wij dus inderdaad groen, recirculair ondernemen heel belangrijk vinden. Ze hebben bij mij een paar weken geleden een audit gehouden om te kijken of het allemaal klopte en of ik voldeed aan de groene pluim. En daarbij is gebleken dat dus ik daar gelukkig aan voldoe en mag verder gaan met het groen en circulair ondernemen. Ik denk dat er voor ons heel veel werk te verrichten valt, want er is veel gaande op het gebied van batterijen. Zeker ook de thuisbatterij, de elektriciteitscongestie van ons netwerk, dat brengt problemen met zich mee. Is op te lossen met onder andere de batterijen in de markt. Dus daar valt nog veel werk te doen. Ja. Dat bordje, komt dat bij de voordeur hangen? Moeten we even overleggen met de welstandscommissie, maar ik denk dat we er wel een plek voor gaan vinden.